Hallo allemaal, ik maak even snel een video voor jullie. Ik praat een beetje zachtjes, want mijn twee meisjes liggen op dit moment allebei te slapen. Die zijn niet helemaal lekker, ik ook niet overigens, wat misschien wel te zien is. Maar ik heb heel even tijd en ik wilde heel graag mijn actie bekendmaken die ik in maart wil uitzetten. Ik ga in maart bij 50 bestellingen die gaan komen. De eerste 50 bestellingen dan natuurlijk. Een leuke product erbij geven. En daarvoor ben ik eens eventjes rondgelopen in mijn voorraadhokje van de webwinkel. En heb ik een aantal leuke producten uitgezocht die ik wil gaan weggeven aan jullie. Dus het is eigenlijk een giveaway actie. Maar omdat ik wat meer mensen blij wil maken dan één persoon. En ik niet met 50 maal verzendkosten kan zitten, heb ik er dus voor gekozen om de mensen die een bestelling plaatsen een leuk cadeautje bij te geven. En het maakt niet uit hoe groot jouw bestelling is, je krijgt er altijd een cadeautje bij. Ik zal natuurlijk wel waarschijnlijk een beetje kijken wat er past bij wat je besteld hebt, als dat mogelijk is. Maar ik ga eens eventjes, ik heb hier een heel stapel voor me liggen, dus ik ga jullie even omdraaien en dan ga ik laten zien wat ik allemaal heb uitgezocht en dat ga ik dus de komende maand weggeven. Dus bestel snel, want er zijn, zoals ik al zei, de eerste 50 bestellingen. En ik kies voor je uit wat je van me krijgt. Ik draai jullie om, ik ga het even laten zien. Oké, hier is het dan. Ik heb het hier allemaal liggen. Ik ga eventjes wat meer proberen om het één voor één te laten zien, als dat gaat lukken. Even kijken, ik heb bijvoorbeeld stempels van Pink Paisley. Die zijn heel leuk. Stempels altijd goed. Een rollerstamp van Dear Lizzie. Ook altijd goed, denk ik. Althans, als je zoals ik ben. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Maar... dit is een hele leuke set van Amy Tangerine. Daarmee kun je deze dingetjes die je hier ziet, kun je uitprikken. Met het naaldje en er zit ook floss bij. Dus dan kun je hele leuke zelfkaartjes maken of details toevoegen op je spreads. Ik heb van Doodlebug de Snips en Snails set, sticker set. En de Sugar and Spice. Dus die zal ik waarschijnlijk, als iemand een bestelling plaatst waar wat baby boy of baby girl dingetjes bij zitten, dan kun je verwachten dat je bijvoorbeeld zoiets erbij krijgt. Ik heb een rolletje washi tape. Ook van Doodlebug. Deze vind ik persoonlijk heel leuk. Mooie foam, zwarte foam stickers om bij je spreads te plakken. Een stickerboekje van de zomer. Daar heb ik ook een stempelset van. Die krijg je er ook. Krijgt iemand er ook bij komende maand? Ik heb deze, dit is een nieuwe, ik wil er ook natuurlijk wel wat nieuwe dingetjes bij doen. Dus dit is van de nieuwe set, Here and, of de nieuwe collectie Here and There van Crepe Paper. Dus een reiscollectie, zeg maar. En dit zijn allemaal verschillende soorten washi tapes, achterrolletjes. Die krijgt ook iemand. Sequins, roze en gele van Doodlebug. Ik heb sequins stickers. Even kijken, dat zijn deze. Die ga ik weggeven. Ik heb deze Double Dots Jewels van Bo Bunny. Die ga ik ook weggeven. Washi tape van Via Memory Keepers in verschillende kleuren. Even kijken, deze. En deze. Oeps, ik hoop dat het allemaal goed te zien is. Het is ook een leuk rolletje washi tape van Doodlebug. Springblooms. Leuk voor de lente. Deze twee rolletjes washi tape van Freckled Fawn ga ik weggeven. Oh, nog een stickertje op. Deze, even kijken, alfabet stickers van Doodlebug in zwart en oops, rood. Deze video wordt toch weer iets langer dan ik had verwacht en gehoopt. Maar oké. Verjaardagstickers set van Simple Stories. Alfabet stickertjes van Pebbles. Dit zijn... Do-it-yourself alfabet tickets. Dan kun je dat zetten een
een laadje overheen. En als je die eraf haalt, dan wordt het een stickertje. En dan kun je ze bijvoorbeeld bestrooien met glitters of zo. Dat zijn ook wel leuke sets. Dit is een hele leuke, vind ik zelf. Een alfabet stickerboek. Heel veel alfabet stickers. Dus die persoon die dit krijgt, mag ook blij zijn. Een paperpad van Marianne Design. En twee van Project Life. Confetti. En Sweet Edition. Van Carousel heb ik een paperpad. Van Maggie Holmes is dat, crepe paper. Erg mooi. Snap pages van Enchanted. Dat zijn een soort van tabbladen voor in je 6x8 album. Oh, ik heb hier nog een twee paperpads. Simple Stories, So Fancy. En Love Notes van We Are Memory Keepers. Ik heb hier hartjes, glitterhartjes van Pebbles. Ik heb Wood Veneer van Studio Calico, hartjes en pijltjes. Bij mij echt ontzettend favoriet. Dus ik hoop dat dat bij jullie ook zo is. Ik heb verschillende enamel dots. Even kijken. So Fancy, Simple Stories. Deze van Doodlebug, mooi voor de lente. En dit zijn hartjes. Een soort van parelhartjes, van, ook van Doodlebug. In het wit. Dan heb ik nog deze van Studio Calico, chipboard. Ik heb een stencil van Bo Bunny. Met allemaal blaadjes. Leuk voor de herfst. Dat past niet echt bij deze tijd, maar misschien voor komend jaar. Of heb je nog herfstspretsen van afgelopen jaar te maken. Altijd leuk. En dit is een stickable stencil. Dus die kun je heel makkelijk opplakken. En dat is makkelijk vervolgens te bewerken met inkt en zo. Dan heb ik nog clipjes. Paperclipjes van Freckled Fawn. En het allerlaatste. Een simpel set van Simple Stories met 2008, van 2018. En hier zit papier bij en cuttable sheets waar je kaartjes van kunt knippen of snijden. En dat stickervelletje. Ik kan het beter omdraaien. Zo is het beter te zien. Dus heb je nog je oud en nieuw vast te leggen, dan is dit ook een hele leuke set. Dus dit zijn alle producten die ik weg ga geven. Het is een hele stapel zoals je ziet. En ik hoop dat jij, als je dit kijkt, dat je het leuk vindt dat je iets bestelt. En dan krijg je van mij iets leuks erbij. Doei!